Hoe kun je rust vinden via het bewegen over je zitbordjes? En in dit filmpje kun je de oefening die ik geef meedoen. Dan kun je het meteen ervaren. Je zitbordjes, dat zijn de uitsteeksels van je bekken. Die je voelt als je met name op een harde stoel zit. Dus deze oefening die werkt het beste als je op een harde stoel gaat zitten. En dan voel je je zitbordjes. En dan ga je naar links bewegen. En naar rechts, heel langzaam en vertraagd. Ik zal het voordoen met dit egeltje. Dus je zit op je zitbordjes en dan beweeg je naar de ene kant en dan voel je hoe je door het midden komt. Dat kun je het beste voelen als je het heel langzaam doet. En dan beweeg je langzaam naar de rechterkant. Dus dan leun je meer op je rechterzitbordje. En op het filmpje zie je het de andere kant op als wat ik vertel, omdat we gespiegeld zijn. Dus je kunt ook je ogen sluiten als je dit doet, als dat fijner is. En je blijft waarnemen en dan ga je heel langzaam weer terug. Je voelt hoe je door het midden komt en je beweegt weer naar links, maar nu iets minder als daarvoor. Dus je maakt de beweging naar links en rechts steeds kleiner. En je blijft in contact met wat je ervaart bij jouw zitbordjes en onderin je bekken. Maar vooral bij jouw zitbordjes. En dan beweeg je langzaam naar rechts. En je komt weer door het midden naar links. En je maakt de beweging steeds kleiner en kleiner, totdat je uitkomt uiteindelijk in het midden. En voel ook hoe je waarneemt dat je door het midden komt, dat je dat passeert. En steeds kleinere bewegingen rondom het midden. Misschien merk je dat je ademhaling zich verdiept. Ik merk dat wel. Misschien ook niet. En als je dan in het midden uitgekomen bent, dan neem je waar hoe het is om daar te zijn. Neem je waar. En dan ga je bewegen over je zitbordjes van voor naar, en je voelt hoe je dan naar achter gaat, door het midden komt. Dat is soms best lastig om te ervoelen waar is nou dat midden. Dus waar is de overgang van dat je nu meer naar achteren gaat? Je neemt je hele bovenlichaam mee. En hoe langzamer, hoe beter. Langzaam en klein de bewegingen. Je begint iets groter en je maakt de bewegingen steeds kleiner.
van voor naar achter en je neemt nauwkeurig waar wanneer je door het midden komt. En misschien ligt het midden heel ergens anders als je verwacht had. Je neemt ook waar wat er gebeurt met je ademhaling. Je maakt de beweging steeds kleiner rondom het midden. En als je in het midden uitgekomen bent, dan stop je daar en neemt waar hoe het is. Wat je ervaart. En dan maak je cirkeltjes om het midden heen. Dus je gaat naar achter, naar links, naar voren. Naar rechts. En dan maak je die cirkel rondom het midden steeds kleiner. Daarvoor is nodig om nauwkeurig te observeren wanneer draai je om het midden heen. Voel je ook echt dat je ten opzichte van het midden naar achter gaat, ten opzichte van het midden naar links, ten opzichte van het midden naar rechts, naar voren, ten opzichte van het midden naar rechts. En hoe nauwkeuriger je dat waarneemt, hoe groter en beter waarneembaar dit gebied ook wordt voor je zenuwstelsel. En dan maak je de cirkeltjes zo klein, kleiner en kleiner, dat je in het midden uitkomt. En dan doe je het ook in de tegenovergestelde richting. Dus je van achter naar rechts, naar voren, naar links. Je begint wat groter en je neemt waar dat je ook echt om dat midden heen gaat. En je maakt het steeds kleiner. Minuscuul klein nu. En in het midden stop je. En je ervaart wat jij ervaart. Zelf merk ik heel veel stroming nu en levendigheid in mijn bekkenbodem. Een rust, een kalmte. Diepe ademhaling. Bij jou is het misschien weer anders wat je ervaart. En deze oefening die
Die activeert ook het cerebellum, de kleine hersenen. De kleine hersenen die reguleren de houdingen en bewegingen, maar die blijken dus in contact te staan met alle delen van je grote hersenen. Dus met deze oefening vergroot je ook jouw reguleringsvermogen van je hele lichaam en geest. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen met deze oefening. En die kun je, als je dat wil, delen bij de reacties onder dit filmpje. En in de beschrijving, die je ook vindt onder dit filmpje, heb ik ook een link opgenomen naar mijn playlist van mijn YouTube-kanaal met filmpjes, met meer filmpjes over ontspanning. Mocht je mijn werk willen ondersteunen, mijn werk van de filmpje, van het maken van de filmpjes, dan help je mij door je te abonneren op dit YouTube-kanaal. Als je dat wil doen, voel je vrij natuurlijk. Alvast hartelijk dank.